De toilettengroep op het Veerplein in Meerzorg kreeg een onderhoudsbeurt. Het commissariaat van Kommerwenen onder leiding van Ajay Kali en Ansadi van het bureau Volkscontacten hebben dit initiatief genomen. Na 1 maand moeten reizigers in staat zijn op een waardige manier hun behoeften te doen. De toilettengroep verkeert in een deplorabele staat en is al jaren gesloten. Passagiers die op het Veerplein in- en uitstappen, hebben hun beklag gedaan bij Sadi. Vooral de passagiers die uit het oosten komen en behoefte hebben aan een toilettenbezoek, zijn op de natuur aangewezen. Sadi zegt dat samen met het commissariaat ervoor gezorgd zal worden dat de toilettengroep binnen 1 maand is gerenoveerd. Op zich is er een mooie ruimte. Er zitten al 4 toiletten. Wat ik mis natuurlijk, een toilettengroep voor heren, in die zin dat er pisbakken moeten zijn. Die heb ik niet aangetroffen. Zoals ik hier heb gezien, zou het gebouw gerenoveerd moeten worden, het plafond. Maar een mooi gebouw, een mooi toilet, dat is nog niet alles. Een van de basisdingen is er voldoende water? En zoals ik van de heer Chokoro heb begrepen, dat er nog niet optimaal water, maar goed, ook daar moet er een oplossing gezocht worden. Op de eerste plaats dat er een durotank moet zijn om water op te slaan, om de toiletten door te spoelen en de toiletten schoon te houden. En een van de belangrijke vragen mij naar de secretaris was, kijk, als het gebouw is overgedragen aan het commissariaat, dat betekent dat het commissariaat de zaak moet beheren. Want een mooi toilet met water alles is nog geen garantie voor een hygiënische situatie. Districtsecretaris René Chokoro di Coro vertelt dat er een budget van 25.000 SRD nodig is voor de renovatie van de toilettengroep. Er zal naar donatie worden gezocht terwijl het commissariaat met mankracht komt. We zijn als het ware op zoek naar donateur om de toiletgroep weer in functie te krijgen. En wanneer het zover is dat wij donateurs krijgen om ons te helpen, de toiletgroep weer in functie te krijgen, wij als commissariaat met manpower gaan komen. In de zin van, wij gaan alles op zich nemen ten aanzien van de renovatie. Alleen moeten wij die materialen krijgen om te gaan tot renovatie. En wat zal de hele reparatie kosten? We hebben een begroting opgemaakt. Dat heeft gedaan mijn afdeling, Civil Science Dienst. En we hebben geraamd om mij bij 25.000 SRD. Districtsecretaris René Chokoro di Coro over de renovatie van de toilettengroep op het Veerplein in Kommerwenen. Binnen 1 maand moet deze opengesteld zijn voor het publiek.